Espresso machines met een boiler zijn voorzien van een dompelelement. Het zorgt ervoor dat water opgewarmd wordt. Maar de naam dompelelement zegt al, hij moet altijd onder water staan. En daar komt al een van de problemen vaak. Ze koken droog, ze verkalken, oxideren of sneuvelen door ouderdom. Nou, hoe kan ik nou weten of mijn element defect is of dat ergens anders aan ligt? Meten is weten is mij vroeger geleerd op school. Dus ik ga u even laten zien hoe u nou het beste kunt meten. En ik heb hier twee elementen uit onze oud-ijzerbak gepakt. En ik pak een multimeter. Die ga ik even op de weerstand zetten. Ik pak er ondertussen even een nieuw element bij. Kun je even meten of het goed is. Ik pak de twee pennen van mijn multimeter. 33 ohm. En hij piept ook zo lekker deze, dus dan weten we precies hoe het goed is. Dat is de weerstand tussen de twee polen. Dit moet een geïsoleerd geheel zijn, dus er mag geen lekspanning zijn naar de zijkant. Maakt uw koffiemachine aardlek, dus gaat de aardlekschakeling in de meterkast eruit. 99% van de gevallen is het element kapot. Nou, bij de nieuwe ga ik de weerstand meten op de zijkant. Oneindig. Dus er is geen lekspanning tussen mijn... Ik kan nog even de andere pol doen. Er is geen lekspanning tussen mijn element en de behuizing. Nou, ik heb hier twee elementen liggen die kapot zijn. We gaan eerst deze. Die is gebroken. Die wordt niet meer warm. Kan ik twee manieren meten. Ik kan meten als de koffiemachine aanstaat of hier 220 volt opkomt. Of ik ga de weerstand van het element meten. Nou, die is oneindig. Dat betekent dat die gebroken is. Dus die wordt niet meer warm. Daar treedt geen stroom meer op. Die kan weer terug in de oud-ijzerbak. Heb ik nog deze. Nou, 32 ohm, 33 ohm. Die zou dus wel warm worden. Maar... de weerstand op de behuizing is slechts 18 ohm. Dat betekent dat er hier dus een aardlek is. Als ik deze machine aanzet zonder aardlek, draad bijvoorbeeld eraan, krijg ik geheid een schok van deze machine. Eindoefening, oud ijzerbak. Nou, dan zijn er nog een aantal dingen die handig zijn om te weten als u het juiste element moet aanschaffen. Er zijn eigenlijk twee belangrijke zaken. Dat is de flensdiameter, dus dat is het raad, de lengte, maar voornamelijk ook het vermogen. En er zijn eigenlijk, ik zal ze even bijpakken, drie verschillende maten elementen voor de thuismachines. Dat is deze, dat is 1 inch, ja, pretty standard pipe gasdraad. Nou, ik kan hem dus even eruit halen en hem opmeten. Kom ik op, wat is het? Rond de 33 mm. Dan heb ik 1¼ gasdraad, die heb ik hier, die is wat dikker. Rond de 41 mm. Dan is er nog een vreemde eend in de bijt. En dat is deze van Betsera. En ook gebruikt in de ECM-machines door Betsera. Dat zijn de Mechanica en de Technica 3. Dat is fijner draad. Dat is metrisch draad. 32 mm. Dus heeft u een Betsera E61 machine of een ECM Technica of Mechanica 3. Dan moet u 32 mm element hebben. In deze zijn een aantal keuzes, voornamelijk in de 1¼ zijn wat keuzes. En dan gaat het voornamelijk om het vermogen. Het vermogen moet in de buurt liggen van wat erin zat. Soms zijn ze directe vervangers te verkrijgen, dus dan is het exact hetzelfde. Maar als dat 100 of 200 watt scheelt, maakt niet zoveel uit. Liever ietsje hoger, want zeker bij stoomboiler bijvoorbeeld gaat de opwarmtijd dan wat naar beneden. Dan hebben we ook nog, hoe verwijder ik nou zo'n element? Daar gaat het vaak voor de thuisklusser wat lastiger worden, want ze zitten gruwelijk vast in die boilers. En we zien vaak dat niet het juiste gereedschap in huis is. Zeker voor die 1¼, heb ik een dop nodig van maar liefst 38 mm. Je ziet het al, ik heb hier een luchtsleutel en daarmee tik ik hem los. Stel dat ik hier een heel groot moment op zet, met bijvoorbeeld een hele lange momentsleutel of met een wringijzer. Dan krijg ik uiteindelijk het element wel los, maar de kracht op de leiding in de boiler is hoger. Dus we zien vaak dat je dan de leidingen in de boiler sloopt. Of wat we ook wel zien is dat hij eruit gehaald wordt, in de bankschroef gezet wordt. En bijvoorbeeld met een bako, dan duw je de hele boiler stuk. Dus heeft u dit soort gereedschap niet in huis, of doe de investering in het gereedschap. Of breng hem naar een vakman die dat in huis heeft. Want ja, je doet vaak meer schade dan dat je er plezier mee doet. Deze worden altijd geleverd met een nieuwe pakking. Wij zetten ze vaak met een nieuwe pakking erin. En met wat lokseal, zodat hij mooi afdicht. Heeft u nou een element vervangen, dan is de boiler helemaal leeg. Dus bij het moment dat wij een element erin zetten,
laten we altijd één draad, één pol los. Want er staat er geen spanning op. Stel dat ik deze nu nieuw erin heb gezet. En ik heb bijvoorbeeld een dual boiler machine. En ik heb de brew boiler vervangen. Het element van de brew boiler. En ik zet de machine aan, dan komt die direct spanning op. Zonder dat die gevuld wordt. Dan is die kapot. Dus ook, heeft u een controlbox die dat goed regelt. We adviseren altijd, voordat die helemaal gevuld is met water door de machine zelf. Haal één pol los, want hij brandt geheid door. En dan blijf je aan de gang. Daarnaast zijn de elementen er eigenlijk vaak in twee verschillende vormen te krijgen. Ja, een soort wokkel noemen wij dat, of een spiraal. Die kunnen gewoon door elkaar gebruikt worden. Let soms wel even op als u een ander vermogen of iets plaatst op de lengte van het element. Staat bij alle elementen bij ons op de webshop vermeld.